Daar ben ik nog steeds heel erg boos over dat die indruk door raadsleden werd gewekt. Want dat is natuurlijk absolute onwaarheid. Alles is naar de raad gegaan. Ze hebben volledig die procedure doorgelopen. Ze hebben ingestemd met het voorstel. En dan zijn er natuurlijk raadsleden die daar ooit tegen hebben gestemd. Maar die maken nu ongelooflijk veel stemming daarover. En dat vind ik niet helemaal kies. We hebben notabene net met de hele raad hebben we ook nog een hele middag gehad over hoe ga je met elkaar om. Wat zijn de omgangsvormen? Wat is de uitstraling naar buiten toe? En dan in één keer, hup, motie van afkeuring op niets gebaseerd tegen je ingediend. Het is gelukkig niet aangenomen. Maar daar vind ik wel wat van. Dat is niet hoe je met elkaar om moet gaan in een goed debat. Nee, maar je zou ook kunnen zeggen, dan kan jij ook zelf toenadering zoeken naar richting die partij. Want blijkbaar zit ze toch iets dwars. Ja, nou, er zit iets dwars. Kijk, er is een plan door enkele buurtbewoners ingediend. En dat is gebeurd nadat de raad het voorstel van het college heeft aangenomen. Daar hebben we toen nog, daar kan je er op zich niet zo heel veel aan veranderen. Maar we hebben er nog wel naar gekeken. We hebben met ambtenaren, met die mensen gesproken. Alleen het is een heel ander plan. En dat kon je niet meer binnen deze kaders invoeren. En dat zou ook niet voldoen aan het feit van ja, je moet de hele riolering moet je gaan vervangen. En zo was het niet de oplossing voor. Ja, dan is het dus een kwestie van dat het gewoon simpelweg niet kan. Nee, maar... En we hebben jarenlang met de buurt, met de wijkvereniging, hebben we juist in een werkgroep gezeten om te kijken hoe kunnen we dit voor elkaar krijgen. Dus ja, aan participatie doe je dan alles. Ja. Dat er dan vanuit een andere hoek nog een nieuw plan komt. Ja. Niks te nadelen van die mensen, die hebben er veel tijd in gestoken. Waardeer ik absoluut. Alleen ja, op een gegeven moment zit je er wel in dat je een aangenomen raadsvoorstel hebt, wat je dan ook moet uitvoeren.